Oei, lieve mensen. Ik heb vandaag een van de mooiste dagen uit mijn hele leven gehad. Echt, geloof me. Ik heb vandaag Ronaldinho ontmoet. Nou, daar zijn we dan, jongens. De weg naar het toernooi. Eens even kijken wat we ervan gaan bakken. Goeiedag. Yo mensen, Bas hier van Bassie Stent. Ik ben hier in een kleedkamer, maar niet zomaar een kleedkamer. Vandaag gaat er iets gebeuren, jongens. Ja. Ik weet gewoon zelf niet hoe ik moet zeggen. Ik ga vandaag een van mijn jeugdidolen ontmoeten. Dat hij in Nederland is, komt bijna nooit voor. Ik ga hem toch echt ontmoeten. Ik ga Ronaldinho ontmoeten. En ik hoop, stiekem, dat hij nog mijn base SBC wil gaan packen. Ik heb hem op mijn telefoon klaarstaan. Ik hoop dat hij hem gaat packen, maar dat ik hem ga ontmoeten is hem veel te ziek. Dus smash sowieso even een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan hoop ik dat dit een van de ziekste video's ooit wordt. Ik ben legit gewoon zenuwachtig. Dus ik zie jullie zo meteen weer, man. Tot zo. We kwamen daar om ook een soort van toernooitje te spelen. Of een wedstrijdje, demo-wedstrijd. 3-3. We moesten tegen dat team van Ronaldinho, het straatteam. Hij speelde zelf niet mee. Maar dat was met Edward van Geels. Izzy Hitman, dat is de bedenker van de AK 3000. Ja, die zitten zelf ook in FIFA zelfs. Dat zijn echt legendes gewoon als je het hebt over straatvoetbal, et cetera. Daar moesten wij tegen. De beelden van die wedstrijd en andere beelden die zijn dus te zien op het kanaal van Create. Dus ik weet niet of de video online staat. En zo niet, komt die echt binnen no time op het kanaal van de creators. Dus dat zou ik zeker even aanbevelen. Maar ja, het was zo ziek. Je moet bedenken dat dat soort evenementen met wat Ronaldinho altijd doet. Ja, dat is altijd chaos, weet je. Als je met wereldsterren evenementen hebt. Heb ik met Dybala gezien. Heb ik met Cristiano Ronaldo gezien. Dat is echt snelle jelle. En er werd ons 5 minuten beloofd. Ik wist al dat dat sowieso geen 5 minuten zou gaan worden. Ik was al lang blij als ik iets kon fixen. Ik heb dus gelukkig deze twee handtekeningen weten te fixen. En de andere one. It's original, hè? It's original 2007. Originele handtekening op limited edition remake van de Nike Tempo van Ronaldinho. En dit is de originele schoen uit 2007. Als ik het goed heb, 2007 ja. Dit is de klassieke, dit is geen remake, dit is echt een original. Met... Maar ik heb dus ook gefixt. Dit ga je gewoon niet geloven, dit is gewoon eigenlijk gewoon... Ja, te bizar voor woorden. Een icon. Perfect, een icon. Ja, we gaan maar gewoon even kijken. Laat je weet je man, hold on. Kan je klikken? Kan je klikken? Thank you. Thank you. Ze staan erop. Hutsi. Wie allebei? Ja. Zijn goud. Hey bro, geld waard. En netvet hè, netvet, dat zijn ze. Ja goed, het was dus netvet, ja. Het boeide me eigenlijk helemaal geen reet dat het geen wereldspeler was. Netvet is wel een wereldspeler, maar ik bedoel... Ja, het is een usable kaart, maar het is niet de speler die op mijn wishlist stond... waar ik echt van gedroomd had dat ik die zou gaan packen. Of tenminste, dat Ronaldinho die zou gaan packen. Maar ik vond het echt al veel te vet dat hij gewoon het heeft gepackt. Dat is toch wel bijzonder, dat een icon packt. Dat was echt super sick. Er waren echt twee spelers... Die ik echt idoliseer. Ik ben normaal gesproken niet echt van het idoliseren van mensen. Want ja, ze moeten allemaal naar bed. Ze moeten allemaal pissen en schijten. Dus wat dat betreft zijn het ook gewoon mensen. Maar Ronaldinho is een speler die helemaal in deze periode. En in deze periode. Ja, toen maakte hij helemaal stuk bij Barcelona. Vlak voordat hij naar AC Milan ging. Ja, dan maakte hij helemaal kapot. Dan bleef ik gewoon, toen ik een jongboy was, bleef ik gewoon stiekem laat op. Om die tv stiekem aan te zetten. En of wedstrijden te kijken of samenvattingen te kijken. Alleen al om naar Ronaldinho te kijken. Ja, ik zat ook gewoon na de hand. Ik heb dat bijna nooit. Maar ik zat na de hand gewoon echt te trillen gewoon. Je kan je dat niet voorstellen. Hoe ziek dat eigenlijk is. Ja. Ik kan erover door blijven praten. Ik weet gewoon echt. Ik heb ook niet iets voorbereid voor deze video. Ja, het enige dus die Icon SBC. Heb ik voorbereid. Maar voor de rest is het gewoon. Ja. Waarschijnlijk als ik hier later op terugkijk op deze video.
Dan had ik gedacht van, nou, misschien had je me even beter voor moeten bereiden, maar het is echt zo bizar. Ik hoop dat jullie dit ook gewoon super sick vonden. Ik wil jullie ook echt oprecht bedanken, want dan krijg je weer het cliché verhaal, maar zonder jullie was dat waarschijnlijk allemaal niet gelukt. Dus ik wil jullie super erg bedanken. Vergeet niet te abonneren, druk dat belletje in. Vergeet mij niet om mijn Instagram te volgen, @bassiestentje. En ja, ik heb gewoon fucking Ronaldinho ontmoet, man. Ja, bizar. Goed, dit was de video. Het is een hele slordige in de war video. Maar bedankt voor het kijken. Hoi.